Guys, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik mijn persoonlijke top 5 skin combinaties laten zien. Hiermee bedoel ik dus de backpack, de harvesting tool en natuurlijk de glider. Ja, de contrail maakt niet zoveel uit, maar ja, je hebt ook wel een paar die er goed bij passen. Op nummer 5 zet ik eigenlijk de Rustlord. En hier is het thema helemaal rood, omdat de Rustlord is redelijk rood. Samen met de Brust Bucket, of ik weet niet meer juist hoe dat die noemde, past er heel goed mee samen, omdat die ook rood is. Voor de rest kun je de Rust Bucket bijna voor niks anders gebruiken. Maar voor op de Rustlord staat ook heel goed. Plunja, natuurlijk ook rood, omdat hier van boven die plunger, dat is ook rood. En het is gewoon een mooie pickaxe. Die er ook gewoon goed bij hoort bij de Rustlord. Mooi om ermee samen te spelen. En dan gewoon als glider heb ik de Paper Parasol. Hij is mooi rood. Het is gewoon ja, een paraplu. Paraplu's die het enige dat die verschillen is gewoon in kleur. Zie je allemaal hier. Maar rood past bij het thema. Dan voor Contrail past er niet een goede bij het rode thema. Dus heb ik maar gewoon spraypaint gepakt. Oké, over naar nummer 4. Op nummer 4 heb ik staan Technic. Technic is over het algemeen een redelijk mooie skin. Mijn backpack ga ik voor Offworld Rig gaan. Die krijg je van de Blockbuster skin uit seizoen 3. Past al heel goed samen, zoals je ziet. De kleuren, dan heb je eerst de kleur van Technic zelf. En dan heb je die backpack die eigenlijk een verzwaarder, een donkere tint is dan de kleur van Technic zelf. Dan als pickaxe ga ik voor Eva. Eva is over het algemeen een heel coole pickaxe. Seizoen 3 en die tier was niet super hoog of zo. En dat kreeg je zelf gratis, daarvoor moet je de Battle Pass niet kopen. Die past heel goed, niet alleen bij de kleur, maar ook gewoon techniek. En dan, ja, het is gewoon heel mooi hoe dat hierbij past. Het is zo wat robotachtig, het is zo wat robotachtig. En die kleuren die passen heel goed. Als glider ga ik dan voor Intrepid gaan. Omdat dat is ook zo wat grijsachtig, blauwachtig. Zelfde soort kleuren. En het past zo wat bij het thema van hier. Zo'n beetje die robotachtige, coole dingen. Dan als contrail ga ik voor de Lightning gaan natuurlijk. Maar dat ook helemaal goed bij het thema past. Op nummer 3 zet ik de Rogue Agent. Dat is de 5 euro skin die voor de Wingman kwam. Die heb ik dus gekocht. Ik vind het eigenlijk echt een heel coole skin. Zeker met die helmet en dan met die bril die zo die kleur geeft. Vind ik een heel mooie skin. Als backpack neem ik Dark Matter. De backpack van voor Rogue Agent is eigenlijk Catalyst. Maar die wordt subiet ergens anders gebruikt. Dus ik vind Dark Matter zeker heel mooi op hem staan. Zelf mooier dan Catalyst. Gewoon, maar die kleur die past perfect. En dat zie je. Dat bij sommigen heb je echt dat die backpack er totaal niet op past. En hier gaat dat gewoon perfect. Als pickaxe erbij heb ik Trusty No 2. Omdat natuurlijk die kleuren die passen heel goed, maar het heeft zo te maken met spionachtig gedoe. En dit komt van John Wick. En dat heeft zo wat spionachtig type. Ik vind het heel mooi samenpassen. Dan als glider ga ik voor Kerbin. Vooral omdat die allebei een soort legerachtige kleuren en legerachtige tinten hebben. En daarom passen die heel goed bij elkaar. Als contrail ga ik dan voor All-Star. Waarom eigenlijk? Geen idee. Maar er was niet echt een contrail die daar goed bij paste. En ik vind dit wel een mooie contrail. En zeker omdat dat niet slecht gaat met dit mannetje. Dan op nummer 2 staat Veiler. Veiler is een hele coole skin, vind ik. De meesten vinden hem niet zo mooi. Alleen haar mooi, maar ja. Maar van achter uitgezien, het is wel heel leuk om mee te spelen. Dus op nummer 2, Veiler. Met als backpack de goodie bag. Die van Zoe eigenlijk.
Het coole is dat dat precies één skin is door die backpack. Die past goed met de kleuren, die past goed op het lichaam, zoals ik al zei bij de vorige. Het is gewoon een heel, heel, heel goede kleurencombinatie samen. Zeker omdat het roze ook zo wat matcht met eerst hier de huid en dan het rode met het kostuum zelf. Dan als pickaxe ga ik voor Gale Force. Waarom Gale Force? Het is eigenlijk een soort van de beste pickaxe die voor Veiler beschikbaar is. Zeker omdat die kleuren goed matchen, omdat het rood en dan rood en dan rood is. En allemaal verschillende tinten van rood. Als glider ga ik pakken Sugar Crush, omdat dat zo wat ja, vrouwelijk is. Allee, ja, zo wat roze. Ik zeg niet dat mannen niet van roze mogen houden. Maar ik vind dat die heel goed past bij Veiler. Als contrail ga ik dan toch kiezen voor de hartjes, omdat ja, Veiler meisje, hartjes horen erbij, rood, spreekt dan maar voor zichzelf. Op nummer 1, misschien wel de duurste van deze video, de Bright Bomber. Bright Bomber, kun je zeggen, ja, maar de goodie bag gaat toch best op Bright Bomber, maar de Catalyst die gaat ook zeker perfect, omdat de kleuren die matchen hier niet, allee, het zijn niet echt dezelfde kleuren, maar die kleuren die matchen perfect met elkaar. Hier is zo wat licht zwart. Ja, ik ben kleurenblind, dus ik kan het niet super goed zien. Maar die verdonkerde tint ervan en dat past weer perfect. En ik vind dat gewoon heel mooi staan op de Bright Bomber. Als pickaxe ga ik natuurlijk kiezen Rainbow Smash. Als je geen Rainbow Smash hebt, ontslaat die Omega pickaxe is ook heel mooi op die skin. Zeker met dat rood, dat matcht met dat roos en dan dat zwart, dat matcht met dat licht zwart. Dus ja. Ontsloot, pickaxe van Omega kan zeker ook. Maar natuurlijk Rainbow Smash, als je die hebt, verkies ik die daarvoor voor samen met de Bright Bomber te gebruiken. Het is een 1500 pickaxe, dus de duurste van allemaal. Maar het is het zeker waard. Het begint zelf te glowen als je kills krijgt. Dus zeker geen miskoop geweest van mij. Dan als glider kun je het zeker al zien aankomen. De Rainbow Glider. Het is gewoon een heel mooi thema die gewoon helemaal samengaat. Als je hier, als je de Bright Bag hebt, ik bedoel, gebruik die, dan heb je de hele sets. Ik vond het nu, de Bright Gunner vond ik nu niet zo'n mooie skin om die alleen maar te kopen voor de backpack. Dus daarom heb ik het ook niet gedaan. 1500 voor een backpack vind ik wel wat veel. Als contrail heb ik dan gekozen voor Rainbow natuurlijk, omdat dat dan in totaal een heel mooi totaal geeft. En ja, ik hoop dat jullie wat van deze combinaties kunnen maken, dat jullie veel skins hebben. Als je coolere skins hebt, moet zeker niet deze combinatie gebruiken, maar test ze zeker wel een keer uit, omdat ze echt de moeite waard zijn. Ik speel er echt heel graag mee. Als ik zo verveeld ben, dan zoek ik gewoon wat combinaties uit. En soms komt je op zo'n combinatie die gewoon wauw is. Als je de video leuk vond, laat een like achter. Als je het niet leuk vond, geen probleem, dislike hem maar. Je mocht eerlijk zijn. Subscribe als je wilt dat er nieuwe video's komen. Laat in de comments weten welk soort video's dat ik moet maken. En bye.